We staan hier bij Science Day. En Science Day is het familie-evenement van de TU Delft. Waarbij we eigenlijk kinderen en jongeren van 6 tot en met 12 jaar willen laten kennismaken met techniek en wetenschap. Of ze verder enthousiasmeren. Dus we hebben hier eigenlijk vandaag partijen staan van onszelf van de TU Delft. Maar ook heel veel partijen, start-ups, organisaties, stichtingen erbuiten. Die iets doen met techniek en wetenschap. Om kinderen daar verder mee laten kennis te maken. Ik merk eigenlijk dat de mensen uit heen en verre komen en dat is het hele leuke. Je krijgt een uniek kijkje hier achter de schermen eigenlijk. Je mag naar binnen in de labs, je mag bij de Dream Teams naar binnen. We hebben een biolab waar je normaal niet naar binnen mag. Je krijgt echt een kijkje achter de schermen wat je op een andere plek niet zomaar zou kunnen krijgen natuurlijk. Wij doen Science Day één keer in het jaar, in het najaar altijd inderdaad. Dus elk jaar organiseren we zo'n dag. Om dat voor kinderen en jongeren te doen. Alles is natuurlijk lui, dat zijn. Nee, ik denk dat het zeker uniek is bij de Steven Labs bij Civiele Techniek. Daar kan je echt in een laboratoria kijken, kan je zien wat er allemaal gebeurt. Dat zijn dingen die je normaal niet ziet. We hebben studenten van Q-Tech onderzoekers. Zij laten zien eigenlijk op een hele vernuftige wijze hoe quantum werkt, wat eigenlijk niet te begrijpen valt. Dus er zijn eigenlijk allemaal dingen te doen en ook op de Green Village een levend lab waar je eigenlijk zelf tussen mag lopen. Het is dat we echt met je handen uit de mouwen gaan en echt met je eigen handen met techniek en wetenschap in aanraking komt. Dat werkt toch beter dan dat je het hoort of luistert.